Michael, Kent en Tuur. Proficiat, hè. Ik denk dat het mag duidelijk zijn dat wij, en ik denk dat ik spreek in naam van het voltallig gemeentebestuur, dat wij heel erg fier zijn dat wij de nieuwe Europese kampioen veldrijden tot inwoner van Wetteren mogen rekenen. Hè. Ik hoop dat het heel inspirerend en motiverend kan zijn voor alle kleine kampioentjes in Spee. Europese kampioen veldrijden, een nieuw hoofdstuk in de al rijke Wetterse wielergeschiedenis. Europees kampioen, dus voor mij wil dat zeggen, de beste crosser van Europa. En in mijn hoofd is dat ook wel zo, want die Europese kampioenentrui is eigenlijk een echte crosserstrui. We gaan die trui kunnen bewonderen, elke cross opnieuw, overal te landen, binnenland, buitenland. We gaan die trui heel vaak zien, wat we de laatste jaren helaas niet kunnen zeggen van de Belgische kampioen en de wereldkampioentrui. Maar zeg nooit nooit, want het laatste anderhalf jaar is er wel al het een en het ander gebeurd. Ik herinner mij, augustus vorig jaar was ik heel vereerd dat ik u en Kelly met de hulp van Annelien mocht trouwen. In april, opla, Arthur erbij, nu Europees kampioen, dus waar ligt de limiet, hè? Wereldkampioen, ik sta voor dat we voor de moment vooral genieten van uw fantastische prestatie, geniet er zelf ook van. En nog in de hele dikke proficiat. Woehoe! We hebben nog een paar cadeautjes gezien. Een aantal voor u, een aantal voor Arthur, maar hij gaat nog een beetje klein zijn. Er is een boek bij. Het zijn allemaal Wetterse auteurs. Ja. Dus er zijn ook kinderdingen bij. Alsjeblieft, dat zijn u geven. En dan hebben we ook nog een aantal Wetterse marchandise. Zijn allemaal typische Wetterse cadeautjes van t-shirtjes, potloodjes, handdoeken. Allemaal typisch Wetterse dingen van Wetterse gebruiken en alles. Heel goed, merci. Bravo! Bravo! Hip hip hip! Hip hip hip!